Goedemorgen, daar zijn we weer in 2021. Het nieuwe jaar is begonnen en hopelijk wordt het een beter jaar dan 2020. Want daar zijn we nog allemaal wel erg van het bijkomen volgens mij. Aan de andere kant van de lijn, Evelien van Lente. Ik sprak haar al een tijdje geleden en zij maakt indruk op mij door te zeggen dat ze zich heel erg bewust is van, de kansen die er zijn als je de contactmomenten die er zijn wat goed gaat gebruiken. Daar gaan we het vandaag over hebben. Evelien, zou je jezelf eerst even kort willen voorstellen? Natuurlijk. Mijn naam is Evelien van Lente, zoals je al zei. En ik ben docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan in Holland in Rotterdam. En naast docent coördineer ik ook een aantal zaken, waaronder het afstuderen in jaar 4. Aha, ja. Dat zijn de moeilijke dingen, denk ik, inmiddels met al die stages. En het vraagt wat extra aandacht ook, ja. Ja. Even terug naar, naar vorig jaar. Iedereen was lekker bezig. Ik weet van je dat je bent overgestapt, hè? Per september weer begonnen daar. Dus het hele vorig jaar, dat heb je niet op die school meegemaakt, maar je bent in september begonnen. En ja, dat was werken binnen de coronatijd. Hoe is dat jou vergaan? Ja, nou, is wel goed dat je dat aanhaalt. Ik ben inderdaad, ik werk sinds 2014 voor de opleiding, maar heb een tussenstap gemaakt van 9 maanden naar de Nederlandse Defensie Academie. Daar kon ik mijn ei niet helemaal kwijt. Dus vandaar inderdaad weer de switch naar in Holland, waar ik nog steeds heel blij mee ben. En ik vond het best behoorlijk om, waar ik bij Defensie nog op de werkplek aanwezig kon zijn, moest ik hier ineens thuis werken. Mm-hmm. Met studenten die ook thuis zitten. En dat vond ik wel een hele pittige jaar. Dat is best wel een overgang geweest. Hè? Nadenken over hoe richt je je onderwijs in. En nou ja, hoe betrek je de studenten er online bij. Een worsteling die denk ik iedere docent herkent in het onderwijs. Ja. Ja, en wat heb jij daar? Wat zijn 1 of 2 de belangrijkste dingen die jij daarin hebt aan moeten passen? Jezelf? Ik ben sowieso heel erg van het contact maken. Ja, het stellen van open vragen. Ik was blij dat ik dat eindelijk geleerd had. Open vragen stellen. Dat is lastig in een Teams meeting. Want daar heb je de hele klas. En dan een open vraag stellen. Dat geeft een ander effect. Dus dat heb ik heel erg moeten aanpassen. Ja, en ook wel het onderwijs. Zoals je dat voorheen gaf. Dat is online. Is dat gewoon een ander verhaal? Ja, bijvoorbeeld. Je kunt, waar een fysieke les bijvoorbeeld voor 90 minuten geroosterd staat, kun je die ook wel online fysiek roosteren. Maar een student houdt het geen 90 minuten online vol om naar jou te luisteren. Nee. Dat is fysiek, is dat soms al lastig. En dan kun je nog een keer een pauze inlassen. Of je kunt nog eens een keer een energizer doen in de klas. Maar online is dat een ander verhaal. Dus dat maakt dat je echt moet gaan nadenken over hoe je je contactmomenten online benut. Welke kennis je daarin mee wil geven, hoe je dat gaat aanpakken en waar je eventueel de rest van de contacttijd voor inzet voor andere manieren. Ja, en betekent dat bijvoorbeeld dat jij zegt van, ik hoor dat andere docenten wel zeggen van, ja, ik kan wel een hoorcollege gaan geven, uitgebreid heel lang aan het woord gaan, maar dat vervang ik dan bijvoorbeeld. Heel veel docenten zeggen, ik maak daar een kort clipje van, dat moeten ze dan van tevoren bekijken. En dan ga ik in de les aan de slag met iets anders. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat ben jij ook al bezig gegaan? Ja, nou, we hebben een groot project in het derde studiejaar. Heb ik eigenlijk zo vormgegeven dat er is een uitgebreide studiehandleiding voor gemaakt. Nog uitgebreider als dat we daarvoor hadden. Met wekelijkse opdrachten die ze moeten verwerken. Er zijn opnames van eerdere colleges zijn beschikbaar gesteld. Die kunnen ze in eigen tijd kijken. Die hangen zijn per week ingedeeld. Maar ze hebben ook de ruimte om dat achter elkaar te kijken als ze dat zouden willen. Daaromheen hebben we vragenuren ingesteld online. Om vragen te stellen over die colleges gedurende de periode. En we hebben per klas zogenaamde ateliers ingesteld. Waar we eigenlijk een soort plenaire aftrap hebben van, wat is het thema van deze week? Hoe ver is iedereen? Dan horen de groepen van elkaar, de klas is ingedeeld in groepen, dan horen de groepen van elkaar hoe ver ze zijn. En vervolgens wordt individueel elke groep begeleid. En dat koppel ik dan niet aan tijd, maar dat koppel ik wel aan waar de behoefte zit. En wat heb je nodig? En
Aan het eind komen we even plenair samen om even te bespreken van ja, wat heeft nou iedereen meegekregen en hoe is dat aangepakt? En normaal gesproken zou je dat fysiek in een lokaal doen. Dan zouden studenten zich door de school heen verspreiden. Ja, dat doe je nu online. Ja. En door die handleiding mee te geven, stuur je eigenlijk nog gerichter op wat er echt van ze verwacht wordt. En ja, wat mijn ego dan wel een beetje streelt, eerlijk gezegd, is dat in het consultuur weinig vragen komen. Ja, ja. Dus blijkbaar is de handleiding toch heel erg duidelijk daarin. Ja, en dat consultuur, of die, wat zei je, workshop, of wat was het woord? Ja, we hebben een consultuur waar ze vragen kunnen stellen. Ja, maar ja. Komen ze daar wel naartoe of helemaal niet? Daar komen ze wel. Dat vind ik dan wel grappig, want het staat ingeroosterd, dus ja. Dan kom je. Uh-huh. Maar de vragen zijn blijven eigenlijk heel erg achter. Hè? Zo af en toe wordt er een vraag gesteld. Maar het is niet zoveel als dat we normaal gesproken verwachten. Okay. Maar de resultaten van ik weet niet of jullie nog tentamens doen of toetsen. Maakt me ook niet uit in wat voor manier je beoordeelt. Hoe zijn die dan in vergelijking met andere jaren? Of dat is voor jou misschien lastig te beoordelen? We zitten nu, hè, het project wordt afgetoetst in januari met behulp van een presentatie en een rapport wat ze aanleveren. We hebben proefpresentaties gehouden. En ik moet heel eerlijk zeggen, ten opzichte van andere jaren, waarin ik dat vak ook draaide, dat ik het heel erg goed in elkaar vind zitten. En dat ik aangenaam verrast ben door de scenario's waar studenten mee komen. En de analyses die ze maken. Als ook het literatuurstuk wat ze aan de voorkant hebben moeten doen. Dus literatuurstudie. Wat normaal altijd een beetje taai is. Ja, en dat lijkt ook alsof ze de balans niet helemaal goed begrijpen. Hoe verhoudt die literatuurstudie zich nou tot de scenario's die ze moeten schrijven? En het realisme gehalte is dit jaar gewoon heel erg hoog. Oké, okay, ja. Dat klinkt heel goed. Ja, ik moet zeggen, ik kijk ook heel erg uit naar de presentaties die volgende week plaats gaan vinden. Ja, ja mooi. Dus voor jou als docent is er veel veranderd eigenlijk. Hè? De voorbereiding is intenser geworden. Dat heeft waarschijnlijk ook behoorlijk wat tijd gekost. Ik ben wel benieuwd naar of je denkt van wat je daaraan overhoudt voor andere jaren. Of je misschien denkt dan volgend jaar wat minder tijd daaraan kan besteden. Nou, het kost heel veel tijd. Hè? Naast de studiehandleiding werken we ook met Moodle. En ook dat moest op een andere manier ingericht worden. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat ik dit 1-op-1 kan kopiëren naar volgend jaar. Okay. En dat we het volgend jaar ook anders in kunnen richten. Of die opnames, of dat op deze manier kan blijven, weet ik niet. Maar ik heb wel gemerkt dat we ook dit vak met behulp van opnames vorm kunnen geven. Dus kennisclips misschien over specifieke onderwerpen. En misschien ook nog wel kennisclips over specifieke aspecten die nu in het atelier besproken worden. Ik geloof absoluut dat we studenten daar heel erg mee kunnen helpen. Oké. Okay. Ja, en ook veel meer dat leren in eigen tijd kunnen bevorderen. Want ze hebben het gewoon allemaal druk. Weet je, ze hebben hun baan, ze hebben hun studie. Sommigen zitten in omstandigheden die het leren soms lastig maakt of naar school gaan lastig maakt. En op die manier kun je ze wel de ruimte bieden om gewoon aan te sluiten en die aansluiting niet te verliezen. Heel erg bedankt voor je tijd. En ik wens je een heel goed 2021. Hopelijk inderdaad een stuk rustiger dan 2020. Maar zo te horen heb jij het allemaal goed op de rit. En ook al, nou ja, we hopen niet, maar ook al blijft het nog even doorgaan, kan je er prima mee omgaan. Dankjewel en hopelijk ooit tot ziens in het echte leven. Nou, jij ook bedankt. Ik hoop het. Dag.